Mijn naam is Brendan Bakker. Ik werk hier als MRI-laborant op de afdeling radiologie. Ik werk hier al een aantal jaren en ik ben nu verantwoordelijk ook voor de cardiologieprotocollen. Dus ik ben afgelopen week hier bezig geweest om de cardiologieprotocollen in een nieuw systeem te zetten. En vandaag eigenlijk de allereerste echte werkdag met echte patiënten. Dus ja, en het is een prachtige omgeving om nu te werken, dus ik ben benieuwd. Ja. Spannende dag. Ja, dat zeker. Ja, dus alles moet zich nog een beetje voegen, maar het voelt als een feestje. We zijn hier in een nieuw wachtgebied met nieuw meubilair. Het ziet er allemaal eigenlijk prachtig uit. Ook mooie plaat aan de muur. Een rustige omgeving, denk ik, waar patiënten zich prettig zullen voelen. Een hele verbetering ten opzichte van het oude ziekenhuis. Ja, we zijn nu bij de nieuwe MRI. Er zijn best wel dingen anders dan in de oude situatie. De MRI is korter en de diameter is wat groter. Dus de patiënten zullen zeker ervaren dat ze in een wat grotere ruimte liggen. En daarbij is ook nu een nieuw plafond erin gekomen met een blauwe lucht. Dus als patiënten instructies krijgen, dan kijken ze naar die lucht in plaats van naar een grijs plafond met spotjes. Dus ik denk dat dat een grote verbetering is ten opzichte van de oude situatie. Ja, uiteindelijk houden we hetzelfde aantal MRI-systemen over. Alleen het is wel zo, in de nieuwe situatie zitten we allemaal dichter bij elkaar. Dus dan is het ook makkelijker om van het ene systeem naar het andere systeem te schuiven. Waardoor je toch efficiënter kan werken. De eerste patiënt, hoe heb je het ervaren? Op zich heb ik het goed ervaren, ja. Het was wel een ander geluid in de machine, iets meer hogere tonen. En op een gegeven moment lig je een beetje te schudden. Maar daar kan je doorheen prikken en je ligt lekker zacht. Dus dat is wel beter dan bij die andere, ja. En het nieuwe ziekenhuis, heb je daar iets van meegekregen? Hoe komt dat op je over? Het ziet er sowieso mooi uit. En ik heb hier een aantal jaren al ook voor andere dingen gelopen en... Ja, dan zie je de verbouwing tot stand komen, zeg maar. Het nieuwe ziekenhuis. En het ziet er super mooi uit. En de borden zijn heel goed. Goede aanduidingen van waar je moet zijn. En als je er even niet uitkomt, kan je altijd naar iemand toe lopen. Die helpen je zo. Dus dat is helemaal geen probleem.